10 vaccinaties in de districten. Dit laat minister Amar Amadine van Volksgezondheid weten. De start hiervan zal in het westen plaatsvinden, legt de minister toe. Ook zal er een team samen met de minister naar het binnenland afreizen om met het traditioneel gezag een plan uit te werken voor de vaccinaties. We gaan er alles aan doen om de volgende week in de districten ook aanwezig te zijn. En ik heb me laten vertellen dat het wordt het westelijk deel. Maar ik wil ook graag dat we naar Wanica gaan, komen wij in feitelijk overal. In de volgende week zijn wij ook met een team van het ministerie in het binnenland. En echt wel in het binnenland, waar wij met het traditioneel gezag ook gaan praten om de motivatie bij die groep teweeg te brengen. Er zijn wat beperkingen daar, afstanden, logistiek. Maar we gaan praten, het medische zendinstituut vandaag ook hier. Dus ook hier zie je dat ze worden ingewerkt. Dus dat. En uiteraard, alle districten in de kustvlakte, overal in Suriname moeten we feitelijk terecht. Maar daarvoor is er een goede organisatie voor nodig. Dus de volgende week proberen we dit model misschien in kleiner formaat te kopiëren naar de verschillende districten. Want ook de districtsmensen die moeten gevaccineerd worden. Ondertussen zijn er al ruim 10.000 vaccinaties toegediend. Deze mijlpaal werd vanmorgen bereikt op het terrein van de KKF. Dit weekend heeft het ministerie van Volksgezondheid in samenwerking met het bedrijfsleven 2 grote vaccinatiedagen gehouden. Wilgo Toliet heeft zich vandaag laten vaccineren tegen COVID-19 en hij is de 10.000ste persoon in Suriname die dit heeft gedaan. Helemaal in de bloemetjes gezet gewoon. Helemaal in de bloemetjes. U had het niet verwacht, denk ik. Helemaal niet, helemaal niet. Het is echt een verrassing. Het is extra verrassing. Echt naast die prik. Als we nu de 10.000ste in 3 weken hebben gehaald, betekent dat we dat als target moeten nemen om nu te gaan om in deze week die 10.000 te halen. En de volgende week weer 10.000. En natuurlijk met die continue bevoorrading van vaccins moeten we steeds meer en meer personen vaccineren, zodat we als land feitelijk heel snel door die bescherming kunnen gaan. Minister Amar Amadine geeft aan dat hij streeft naar 10.000 vaccinaties per week. Hierbij roept hij alle 60-plussers en degenen tussen 40 en 60 jaar met onderliggende ziekten op om zich aan te melden voor vaccinatie. Dit kan ook zonder vooraf geregistreerd te zijn.